Ja, Robert van der Horst, aanvoerder van Oranje Zwart. Voelt dit als een revanche voor de wedstrijd van afgelopen vrijdag? Nou, geen revanche. Een wedstrijd uit op Kampong die we verloren afgelopen vrijdag, kan je verliezen. We voelen ons wel enigszins redelijk benadeeld als groep, omdat we vonden dat we meer verdienen in die wedstrijd. Dus ja, dan is het wel lekker dat je deze wedstrijd thuis wint. Tegen Den Bosch. Natuurlijk zijn het natuurlijk nooit makkelijke potjes. Maar we hebben het goed gedaan. En, zakelijk naar huis gebracht, die wedstrijd, zoals je dat noemt. 3-1 winnen. Dus goed gevoel, ja. Ja, met name tweede helft was het verschil ook wel te zien, hè? Ja, zeker. Tweede helft zijn we echt een tempo hoger gaan spelen. Het was eigenlijk de eerste helft ook wel investeren om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk Den Bosch lieten breken. En dat gebeurde, dus dat hebben we goed gedaan. 3-1 gewonnen, gedaan wat je moest doen. Ja, de punten weer binnengehaald. Helaas vrijdag niet gewonnen, dus het weekend is niet helemaal top. Maar goed, we staan bovenaan en we doen hartstikke goed mee, dus we zitten op koers. De play-offs die komen toch wel? We zijn er heel dichtbij inderdaad. We willen het liefst eerst worden in de competitie, dus we hebben nog wel wat te doen.